Goedemiddag en van harte welkom weer bij Parkinson TV. Vandaag staat alles in het teken van onderzoek en de ziekte van Parkinson. En we gaan vandaag uitgebreid in op de stand van zaken op het onderzoeksgebied uiteraard. Maar we gaan ook heel erg uitgebreid praten over de rol van patiënten tijdens onderzoek en patiëntonderzoekers. En dat doen we natuurlijk weer met drie gasten. Rob Hagen, van harte welkom. Dank je. Je hebt een bijna driedubbel rol vandaag. Je hebt de ziekte van Parkinson. Je bent patiëntonderzoeker en je coördineert de patiëntonderzoekers vanuit de Parkinsonvereniging. En we gaan straks uitgebreid horen wat dat allemaal betekent. Ook aan tafel Henk Berendsen, ook welkom. Dankjewel. Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen en Parkinson-neuroloog aan het VUMC. En hij is ook weer terug, Bas Bloem, na vorige keren afwezig te zijn. Hoogleraar en Parkinson-neuroloog bij het Radboud UMC. U kunt vandaag thuis ook weer meepraten. Heeft u vragen over onderzoek, dan kunt u die stellen via www.parkinsontv.nl. En we proberen zoveel mogelijk vragen straks te beantwoorden in de uitzending. Rob, om met jou te beginnen. Ja. Patiëntonderzoeker. Ja. Wat betekent dat precies? Een patiëntonderzoeker is iemand die gesprekspartner is in onderzoek. Dus aan tafel zit, in gesprek gaat met wetenschappelijke onderzoekers. En vanuit het idee om als patiënt, zeg maar, het patiëntenperspectief mee te laten tellen. Dus ze vertegenwoordigt als het ware de stem van de patiënt. Oké. En je zegt, een patiëntonderzoeker gaat in gesprek met de onderzoekers. Mm-hmm. Op welke manier en op welke momenten zijn jullie dan betrokken bij onderzoek? Dat kan heel verschillend zijn. Dus het kan zijn dat we al bij de aanvraag zijn betrokken, zeg maar, waarbij de wetenschappers bijvoorbeeld bepaalde lijnen uitzetten over hoe ze onderzoek gaan doen. Daar hebben we ideeën over. Daar hebben we ideeën over ook vanuit belangen van patiënten. Van de andere kant kan het ook zijn dat bijvoorbeeld helemaal aan het einde dat we meedenken over de implementatie. Dus te voorkomen dat onderzoek in de la verdwijnt, want er wil uiteindelijk niemand. Maar dan proberen we onze ideeën in te brengen, zodat ook het onderzoek daadwerkelijk kan worden toegepast, zeg maar. Okay. En spelen jullie in, want je hebt het over voorbereiding en dan zijn die resultaten er. Ja. Hebben jullie ook een concrete rol tijdens onderzoeken bijvoorbeeld, of is dat vooral de rol van proefpersonen? Nee, ook tijdens onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan uitkomstmaten, zeg maar. Dus onderzoek wordt al gedaan, er worden data verzameld. Maar het kan zijn dat patiënten net op een iets andere manier denken over wat voor de patiënten van belang is, zeg maar. Dus dat, en daar komen jullie dan... Ja, daar kunnen wij in beeld komen. Ja. Ja, en kun je daar een concreet voorbeeld van noemen? Want hoe gaat zoiets dan? Ja, concreet voorbeeld, ik bedoel, denk even aan voor onderzoekers, dus als het gaat om cognitieve achteruitgang bijvoorbeeld, dan is het voor wetenschappers heel relevant, voor patiënten trouwens ook, om na te gaan van wat het voorspellende waarde is van bepaalde gegevens op het uiteindelijk ontwikkelen van dementie bijvoorbeeld. Ja. Van de andere kant kan het zijn dat het voor patiënten weliswaar relevant is, maar dat die ook geïnteresseerd zijn in ja, wat betekent het voor nu, wat betekent het voor de komende weken, wat betekent het voor de komende maanden, zeg maar. En ja, dat zijn verschillende interesses. En vandaar dat het goed is om ook de patiënten om wie het eigenlijk gaat, om die een rol te geven, zodat ze ook kennis ervan kunnen nemen. Kun je zeggen dat jullie de onderzoeker misschien als het ware wel een soort van spiegel voorhouden voor hun onderzoek? Hè? Of dat ook voldoet, zeg maar, aan de wensen van de patiënt, maar ook of het haalbaar is om het onderzoek zo te doen? Ja, bijvoorbeeld. Maar het is niet zozeer. Ja, het is soms een spiegel voorhouden, maar soms is het ook een stuk aanvulling, zeg maar. Ja. Want wij hebben niet de wetenschappelijke kennis in huis. Ik bedoel, die is voldoende bij de onderzoekers vertegenwoordigd. Maar wat wij meebrengen is de ervaringsdeskundigheid. Ja. En kunnen vanuit die kennis, vanuit die deskundigheid kunnen we ook heel veel toevoegen aan onderzoek. Oké. En hoe nieuw is dit eigenlijk? Kijk ook even naar jullie. Hè. Hoe zijn jullie al gewend om met patiëntonderzoekers te werken en om de tafel te gaan? Nou, inmiddels wel. En, het is wel aardig dat eigenlijk Rob was de eerste patiëntonderzoeker bij ons in huis. En ik herinner me nog onze eerste bijeenkomst. Dat is een jaar of 3 geleden, denk ik. 2,5 of zo. Mm-hmm. Dat we in onze ontvangst, onze overlegruimte bij elkaar zaten. Zo van, ja, wat gaan we nu aan elkaar hebben? Dat was een beetje onwennig, vond ik, voor ons allebei. Ja. En dat is inmiddels gegroeid, want er zitten verschillende patiëntonderzoekers bij verschillende onderzoeken aan tafel. En die hebben daar een belangrijke bijdrage. Maar in het begin was het spannend. Ja. Zeker. Ja. En je zegt, nou, nu gaat dat, nu zijn we aan elkaar gewend, ja. Om het maar zo te zeggen. Ja.
Wat is jouw ervaring daarmee? Want is dit iets wat heel erg in opkomst is? Of is het vooral binnen de Parkinson-wereld wel in opkomst? En ik kan me voorstellen, er verandert dus wel wezenlijk iets. Ja, het is wel enorm in opkomst. Ik ben ook bestuurslid bij ZonMW. En het is nu bijvoorbeeld bij grote subsidieaanvragen bij ZonMW bijna niet meer denkbaar dat je patiënten niet betrekt. Dus het is wel, denk ik, heel hard gegaan in de afgelopen 2-3 jaar. Ik ben het helemaal met Henk eens dat het even wennen was in het begin. We hebben ook hele mooie ervaringen mee. Dat bijvoorbeeld dokters heel enthousiast zeggen, nou, we gaan die 30 dingen meten. Dan zeggen patiënten, ja, hou eens even. Daar ben ik de hele dag mee bezig. Daar hebben we dus mooi geen zin in. Dat moet je maar eens wat slanker maken, dat protocol. Ja. En zo zie je dat het protocol daarmee haalbaarder wordt. Maar daar heb ik als onderzoeker uiteindelijk heel veel belang bij. Want de kans dat het onderzoek daarna succesvol en relevant wordt, wordt daarmee alleen maar groter. Ja, dus uiteindelijk vooral positieve ervaringen inderdaad. Hele positieve ervaringen. Ja, en betekent dat het onderzoek wat er nu aankomt ook wezenlijk verandert? Of dat het echt op een andere manier uitgevoerd gaat worden? Ja, dat denk ik zeker. Dus los van het aspect dat de belasting van de mensen die deelnemen, dat we die beter kunnen inschatten en daardoor minder mensen zullen uitvallen, is het ook zo dat de richting van het onderzoek beïnvloed gaat worden. Ja. En we merken ook als patiëntonderzoekers aan tafel zitten en we denken erover na, dat er gezegd wordt van, hebben jullie hier wel over nagedacht? En wij vinden dit misschien iets minder belangrijk. Want als onderzoekers eenmaal losgaan, komen er soms allerlei details bij die wat minder belangrijk zijn voor de mensen met Parkinson zelf. Ja. Kunnen we eigenlijk, als je het samenvat, zeggen dat de patiëntonderzoeker eigenlijk samen met de onderzoekers de voorwaarden schept voor het onderzoek. En dat er vervolgens inderdaad dus echt proefpersonen, dus de deelnemers aan het onderzoek erbij betrokken worden. Ja. Dus dat het verschil ook meteen tussen de patiëntonderzoeker die echt meedenkt over de lijnen en de voorwaarden en hoe kun je het dan het beste uitvoeren en de proefpersoon die echt daadwerkelijk aan het onderzoek meedoet. Ja, ik denk dat ik geloof duidelijk in een soort win-win situatie. Ja. Zeg maar, ik bedoel, voor beide levert het wat op, voor zowel de onderzoekers als voor de patiënten. Dus ik denk dat je het goed weergeeft. Ja. We willen natuurlijk vandaag ook stilstaan bij de stand van zaken op het gebied van onderzoek. Jullie zeiden al vooraf, er gebeurt heel erg veel, dus het gaat misschien te ver om bij alle onderzoekers stil te staan. Maar eerst, waar zijn jullie zelf op dit moment mee bezig? Nou, wij zijn eigenlijk met twee grote lijnen bezig. Eén die heeft te maken met eiwitstapeling in de hersenen, eiwitklontering. Om te snappen hoe dat tot stand komt. Dat is een van de mechanismen die bijdraagt aan het ontstaan van ziekte. Waarvan we denken dat dat uiteindelijk gaat leiden tot behandelingen die klontering, die dat ziekteproces tot staan brengen of afremmen. En de tweede lijn van onderzoeken die heeft te maken met wat wij dan de niet-motorische stoornissen van Parkinson noemen. Parkinson is bekend vanwege de stoornis van het bewegen. Wij kijken naar dingen die niet met bewegen zozeer te maken hebben, maar met stemming, met angst, met denken, dementie. En hoe kun je dat soort symptomen behandelen en uiteindelijk ook voorkomen. Ja. Dus dat is weer globaal twee zaken waar we ons mee bezighouden. Ja. En waar sta je dan op dit moment? Voor sommige onderwerpen daar zijn onderzoeken afgerond. Een van de voorbeelden is dan de Beware-studie bijvoorbeeld. Die gaat over angst die samenhangt met het voelen dat je pillen uitgewerkt raken. Van hoe kan je dat beter opvangen zonder dat op te vangen met meer pillen? En dat is een studie die net is afgesloten eigenlijk. Met de grote inbreng van patiëntenonderzoekers en de data die worden daar nu van geanalyseerd. Een andere studie loopt nog, dat heeft te maken met behandeling met licht, fel licht, om stemming te verbeteren, om slaap te verbeteren bij Parkinson. Ook weer een niet-medicijn gerelateerde behandeling. Heel belangrijk voor mensen die al heel veel pillen moeten slikken. Als we het hebben over het eiwitonderzoek, dat is vooral in een stadium waarin je zoekt naar wat voor eiwitten spelen een rol bij die klontering. En welke eiwitten zijn potentieel doelwitten om aan te pakken voor een nieuwe behandeling? Je zei van tevoren ook al van, dat is eigenlijk ook dat deel, die eiwitten, dat is ook wel een hele nieuwe onderzoekslijn misschien. Hè? Ook een omwenteling in het denken over de ziekte. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk heel, heel spannend. En dat weten we eigenlijk maar een jaar of 15, dat die eiwitklontering een grote rol speelt. Daarvoor dachten we altijd, Parkinson, dat is iets van dopamine alleen. Dopamine, de zwarte kern. En dan krijg je een probleem met alleen maar trillen en traag zijn en stijf zijn. Een jaar of 10, 15 geleden is duidelijk geworden dat het niet om die dopaminecel alleen gaat, maar dat het gaat om een proces wat eigenlijk verspreider in de hersenen zit, waarbij afwijkende eiwitten klonteren in het hoofd. En
dan kun je zeggen van, nou ja, wat schieten we daar nou mee op? Maar dat biedt nieuwe aanknopingspunten voor behandeling. En we langs de dopamine-lijn hebben we natuurlijk levodopa gekregen. Een medicijn wat heel veel mensen gebruiken, wat fantastisch effect heeft. Alleen, het remt de ziekte niet af. Ja. Dus we moeten begrijpen waarom de ziekte ontstaat. En eiwitten spelen daar een rol in. Ja. Dus vandaar is dat een hele spannende tijd. Dat onderzoek naar hoe de ziekte zich uitbreidt over de hersenen heeft ons ook geleerd hoe verspreid door de hersenen de afwijkingen voorkomen. En dat verklaart ook waarom zoveel mensen last hebben van problemen met stemming, met denken. Dus dat heeft dat ook een beetje uit, laten we zeggen, de luwte gehaald. Ik denk dat in de jaren daarvoor hadden we als dokters ook veel minder aandacht voor angst en voor verslavingsneiging. Ja. En dat komt ook een beetje, als je als dokter geen pilletje achter de hand hebt, dan praat je er liever niet over. Hè? Wij zijn liever bezig met behandelingen die we kunnen bieden. En nu is dat duidelijker geworden, dit is een probleem, patiënten hebben er veel last van, dus moeten wij ook zorgen dat daar behandelingen voor komen. En dat motiveert ons om onderzoek te doen. Ja, Bas, ook kijkend van jij en onderzoek op dit moment, wat speelt er concreet? In algemene zin gebeurt er heel veel. Ik denk dat Nederland trots mag zijn dat er eigenlijk aan bijna alle UMC's veel Parkinson-onderzoek wordt gedaan, ook op heel hoog niveau. En dat er ook steeds meer de samenwerking wordt gezocht. Ik heb ook een aantal publicaties samen. Ons eigen profiel is heel erg gericht altijd geweest op multidisciplinaire zorg. Dus dat we het gevoel hebben dat fysiotherapeuten bijdrage hebben, dat is duidelijk. Maar wij proberen ook een wetenschappelijke basis voor te geven. Ook voor ergotherapie, voor logopedie en voor andere interventies. En daarnaast proberen we nu steeds meer, net zoals de patiënt nu als partner aan tafel zit in research, proberen we ook te kijken hoe je de patiënt als partner in de zorg kunt betrekken en daar ook onderzoek naar te doen. En dat is bij ons een hele duidelijke lijn. En dat we hebben nu net een hele grote subsidie gekregen, een zogenaamde top-subsidie, om te kijken of je hele persoonlijke profielen van mensen kunt gaan maken, zodat je niet meer heel grofstoffelijk kunt zeggen, mannen moeten die behandeling of vrouwen die, maar dat je veel nauwkeuriger kunt gaan zeggen, mannen tussen de 50 en de 60 met zoveel jaar Parkinson, woonachtig in Urk en ook diabetes, ik verzin wat hè, die hebben de beste kans om van die behandeling profijt te hebben. Veel meer zorg op maat, maar daar een wetenschappelijke basis voor te geven. Het gaat eigenlijk naar een soort van steeds individueler wordende behandeling. Ja, precies. Ja. Ja. En kijkend naar wat er, nou, je zei het al landelijk, maar binnen jullie UMC's, maar ook breder gebeurt, zijn er dan op hoofdlijnen, zijn dat ook de belangrijkste ontwikkelingen die jullie net hebben geschetst? Of missen we daar nog wat? Of kun je ze echt in een aantal categorieën opdelen? Nou, in een categorie opdelen is altijd gevaarlijk, dat je dan wat over het hoofd ziet. Want er gebeurt heel veel onderzoek wereldwijd. Ik denk dat er duizenden onderzoekers bezig zijn met Parkinson-gerelateerd onderzoek. Een aspect wat nog belangrijk is om te noemen, dat is inderdaad de samenwerking tussen de verschillende centra binnen Nederland. En dat is iets waar we flink op aan het inzetten zijn binnen Nederland. We hebben het Nederlands Parkinson-cohort waar we aan werken. De parelsnoer-status die we voor Parkinson hebben gekregen. Dat is nu 1,5 jaar geleden, denk ik. En dat leidt ertoe dat we als UMC, als universitaire centra, veel meer samen gaan doen. En dat komt de patiënt ten goede. Ja. En misschien een andere tak die nog niet genoemd is, is het onderzoek naar de zogenaamde preklinische fase van Parkinson. Dus het is nu duidelijk dat Parkinson op het moment dat je dat diagnosticeert en mensen stijf worden of traag of gaan trillen, dan is die ziekte vaak al jaren aan de hand. En er is nu heel veel onderzoek naar juist die fase die daarnaartoe moet leiden. Daar heeft overigens professor Berendsen zelf heel veel onderzoek naar gedaan. Want jullie waren een van de koplopers in de wereld, denk ik, door aan te tonen dat de reuk verminderd is, jarenlang voordat je de ziekte van Parkinson krijgt. Inmiddels blijkt dat allerlei andere symptomen ook al manifest kunnen zijn voordat wij die diagnose stellen. En waarom is dat belangrijk? We hopen natuurlijk die ziekte uiteindelijk vroeger te kunnen diagnosticeren. Daar kun je nu nog niks mee. Maar we hopen dat als die inzichten in de eiwitklontering ook voortschrijden, dat je die therapieën niet alleen gaat toepassen bij mensen die de ziekte al hebben, maar misschien ook al bij mensen die de ziekte nog niet hebben en dat je het kunt gaan voorkomen of uitstellen. Want dat is natuurlijk denk ik voor heel veel patiënten op dit moment de vraag. Er loopt heel veel, er gebeurt heel veel, maar wat heb ik er nu aan? En als het loopt, dan duurt het vaak heel erg lang. Rob, hoe ervaar jij dat? Ja, wat dat betreft is het goed om af en toe heel realistisch te zijn. Dus dat we zeggen, ik hoor nog vragen van mensen, zeg maar, patiënten vooral, die het idee hebben, zeg maar, dat in een hele korte tijd heel veel kan veranderen. Zeg maar, dat bij wijze van spreken, dat de genezing, zeg maar,
Dus dat het binnen enkele weken of maanden veranderd is. Of ja, dat zijn met onderzoekers, zijn medewerkers, proefpersoon. Dat daarmee de verwachting wordt gewekt dat de genezing er dichtbij is. Nou, wat dat betreft is het goed om realistisch te zijn. Er worden wel stappen gemaakt, zeg maar. Ergens ook wel grote stappen als je het heel inhoudelijk bekijkt. Maar in termen van genezing en zo, dat is nog niet zo. Dat is nog niet 1, 2, 3 gebeurd. Nee, het is een langdurig proces inderdaad. Ja, weet je hebt onderzoek met een lange doorlooptijd en onderzoek met een korte doorlooptijd. Onderzoek naar eiwitklontering, dat levert antwoorden op waar patiënten misschien over 10 of over 15 jaar, dat soort termen praat je over, profijt hebben. Ja. Onderzoek bijvoorbeeld van het AMC in Amsterdam naar diepe hersenstimulatie, daar is Nederland ook een van de koplopers in, leidt er nu toe dat mensen in Nederland vandaag de dag kunnen profiteren van die behandeling. En daar heeft Nederlands onderzoek uit Amsterdam gewoon een hele grote bijdrage aan geleverd. Dat is een onderzoek met een kortere doorlooptijd. Ja, dus het is heel erg afhankelijk inderdaad van het type onderzoek, hoe snel je daar Het is heel invoelbaar en dat is iets wat je in de dagelijkse praktijk merkt in mijn spreekuren, dat mensen met Parkinson hebben vragen van, en heb je al iets? Ja. En die vragen dat iedere 3 maanden opnieuw. Ja, precies. En dan heb ik niet onmiddellijk iets en die 3 maanden daarna ook niet. En dat heeft te maken ook met het feit dat Parkinson is een hele ingewikkelde ziekte. Die processen van die eiwitklontering zijn lastig helemaal te ontrafelen. Ja. Aan de andere kant is het onderzoek tegenwoordig ook veel veiliger, ook voor de proefpersonen. En dat betekent, er zijn allerlei wettelijke regels. Er wordt veel beter gemonitord op bijwerkingen. En als je een behandeling dus goed in beeld wil brengen, dat kost jaren. Ja. En vandaar dat het ook zo lang duurt. Maar het is invoelbaar dat je, als je de ziekte hebt en die verschijnselen nemen toe, dat je denkt van, kom op met die behandeling. Ja. Die wil ik morgen hebben en niet volgende week. Ja. We gaan naar een aantal kijkersvragen die zijn binnengekomen, die ik graag aan jullie voorleg. De eerste, we hebben het eigenlijk al een beetje erover gehad, maar iemand die vraagt, ik heb de indruk dat de meeste onderzoeken jaren lopen, dat de uitkomsten jammer genoeg niet altijd tot grote stappen leiden. Klopt dat en hoe komt dat? Je zei het al een beetje, er zijn allerlei type onderzoek met lange en korte doorlooptijd, soms jaren. En deze persoon zegt, niet altijd grote stappen vooruit. Misschien toch nog even een korte reactie. Misschien één ding wat nog daartoe leidt dat mensen het niet altijd merken, is dat onderzoekers het vaak heel leuk vinden om onderzoek te doen. En als het onderzoek klaar is, dan willen ze heel graag het volgende onderzoek doen. Maar verzuimen dan om dat onderzoek ook daadwerkelijk naar de praktijk toe te brengen. En ik ga er in de blog ook kort op in, maar er is terecht veel kritiek op dat lang niet al het onderzoek, het gepubliceerde onderzoek, ook zijn weg naar de praktijk vindt. Dat heeft ook soms met financiering door de verzekeraars te maken. Dus er zit ook nadat het onderzoek klaar is, nog een heel proces achter van implementatie en ook de financiering. En dat is ook iets waar patiënten, denk ik, een hele belangrijke rol bij kunnen spelen. Mm-hmm. Om te zorgen dat wat onderzocht is en klaar is, ook daadwerkelijk bij jullie terechtkomt, dat je profiteert. Ja. Nou, de volgende vraag voor jou, Rob. Hoe weet je als patiënt aan welk onderzoek je het beste kunt meedoen? Nou, daar is iets heel moois voor, zeg maar. Het staat ook op de website van de Parkinson Vereniging. Er is zoiets als de Trial Finder. En dat komt van de organisatie van Michael J. Fox. Okay. Dus de Michael J. Fox Foundation. En dat is een manier, zeg maar, om waarop je zelf aan kunt geven van een aantal persoonlijke data. En volgens de voorkeur van het onderzoek waar je belangstelling voor hebt. En dan krijg je een soort abonnement op een nieuwsbrief, waardoor je om de zoveel tijd wordt geïnformeerd welke onderzoek voor jou geschikt zijn. En het kan zijn onderzoek dichtbij, zeg maar, bij in een van de universitaire centra in Nederland. Maar voor hetzelfde geld is het iets dat bijvoorbeeld op grote afstand plaatsvindt. Want soms is het zo dat er onderzoek plaatsvindt, zeg maar, waarvoor je gegevens moet vullen op internet. En dat is ongeveer. Dus een trial is eigenlijk heel breed over allerlei soorten onderzoeken die gaande zijn. Ja. Oké, dus als je zegt van ik heb als patiënt interesse in onderzoek, dan kun je daar ook oriënterend kijken bijvoorbeeld welke soorten onderzoeken er gaande zijn. Ja, dat klopt. Oké, en geeft dat ook antwoord op de vraag van hoeveel impact heeft het dan voor jou als patiënt? Of is het echt een eerste overzicht en ga je daarna verder op zoek naar wat het dan betekent? Nee. Kijk. Eigenlijk voor een eerste schrifting, voor een eerste idee, zeg maar, wat er speelt, daar kun je een indruk van krijgen. Ja. Ik ben benieuwd of kijkers zouden willen reageren. Dat kan later denk ik ook via de website. Ja, absoluut, of via Facebook. Of er behoefte zou zijn om ook zo'n Nederlandse versie, we hebben daar wel eens discussies over gehad. Ja. Die Trial Finder is in het Engels, dat is niet voor iedereen even toegankelijk. Okay. Ik denk dat vooral Amerikaans onderzoek is. En ik denk dat zelf, denk ik, dat er heel veel meerwaarde zou zijn om ook een Nederlandse
ja, onderzoeksvinder, moet je dat dan noemen, te bouwen. Waar in ieder geval het Nederlandse onderzoek om de hoek ook goed te vinden is. Ja. Dus misschien vinden kijkers het wel leuk om te reageren. Nou, zeker. Dus we zullen dat zeker ook even via onze Facebookpagina de vraag stellen. Want ik kan me voorstellen, je hebt dus de trial fund eigenlijk heel onafhankelijk, hè, van een overzicht van alle onderzoeken. Maar ik kan me voorstellen, jullie vragen als neuroloog misschien ook wel patiënten om mee te doen aan onderzoek. Dat is denk ik een andere manier. Ja, dat is een andere manier. Dus mensen kunnen het ook aan hun eigen behandelende dokter vragen. Ja. En zeker in de universitaire centra zal de dokter het ook wel eens aan patiënten vragen. En, of althans, de informatie aanbieden. En dan krijg je dus die nadere informatie mee. Dan kun je erover nadenken van wat houdt het precies in, hoe vaak moet ik komen, hoe lang gaat het duren. Wat moet ik allemaal ondergaan aan prikken en scans en noem maar op. Ja. Of pillen slikken. En vervolgens, na een paar weken, word je dan benaderd van, nou, ga je het echt doen of niet? En daar zitten allerlei waarborgprocedures in. Je moet uiteindelijk natuurlijk ook een informed consent, zoals dat dan heet, tekent een toestemmingsformulier. Ja. En maar niet nadat je echt goed weet waar het over gaat en wat het betekent. Daar gaan we straks inderdaad ook nog even wat uitgebreider, denk ik, op in. Nog een andere vraag. Als ik dan meedoe met onderzoek, wat gebeurt er dan met mijn gegevens? Is daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen? Ja, die gegevens die worden uiteraard opgeslagen, maar op een zodanige manier dat de gegevens niet terug te voeren zijn tot op de persoon die heeft deelgenomen. En de toegang tot de gegevens is dus ook heel beperkt. Ja. En in die zin, en dat is ook een van de redenen waarom onderzoek vaak zo lang duurt, want al die procedures kosten veel meer tijd. Ja. Maar dat is in het belang van de bescherming van degene die deelneemt. Ja. Okay. En wat daar misschien nog wel belangrijk is om aan te vullen, is dat tot op heden is het zo, dat is ook een belangrijk kritiekpunt, is stel Rotterdam doet onderzoek, dan heeft hij zijn eigen datakluisje, of Amsterdam heeft zijn kluisje, en Nijmegen heeft zijn kluisje, maar die kun je niet goed met elkaar combineren. En een van de ideeën van het Nationaal Parkinson Cohort is dat we met alle UMC's één grote kluis gaan bouwen, waar iedereen onderzoek mee kan doen. En daar hebben patiënten heel veel belang bij, want er kan met één en dezelfde dataset, niet door één onderzoeker, maar door tientallen onderzoekers onderzoek gedaan worden, waarmee de kans op oplossingen versneld wordt. Oké. Okay. Nou, we hebben nog meer vragen, maar die bewaren we voor straks. Jij hebt weer een blog opgenomen. Ja. Ik stel voor dat we daar eerst naar gaan kijken. Nou, dat zijn allemaal proefschriften en wetenschappelijke publicaties waar ik zelf bij betrokken ben geweest. En ik sta ze hier allemaal in de prullenbak te gooien. Is dat niet verschrikkelijk zonde? Nee, eigenlijk ben ik zelf hartstikke kritisch over mijn eigen wetenschappelijk onderzoek. En die mening wordt ook breed gedeeld internationaal. Ian Chalmers, een invloedrijke Engelse wetenschapper, heeft een prachtige serie publicaties in The Lancet geschreven, waarin hij praat over medical waste, afval in het medisch wetenschappelijk onderzoek. En daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Maar één hele belangrijke, waar ik het vandaag eigenlijk vooral over wil hebben, is het feit dat wij bij het medisch wetenschappelijk onderzoek patiënten veel te weinig betrekken. En het betrekken van patiënten kan op heel veel verschillende manieren vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het samen vormgeven van de wetenschappelijke agenda. Waar moeten de prioriteiten liggen? Waar moeten de schaarse financiële middelen aan besteed worden als we dan toch keuzes moeten maken in het doen van wetenschappelijk onderzoek? En als we het dan toch hebben over financiën, patiënten kunnen ook een hele belangrijke rol spelen bij het vinden van financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan moderne middelen als crowdfunding. Maar ook bij het vormgeven van het onderzoek zelf kunnen patiënten een grote rol spelen. Soms hebben dokters de meest fantastische plannen en hele intensieve onderzoeksschema's, maar patiënten zeggen misschien wel dat dat helemaal niet haalbaar is. En ik ben ervan overtuigd dat als je patiënten vroeg ook betrekt bij het vormgeven van onderzoek, dat dat onderzoek kwalitatief beter wordt en dat de haalbaarheid veel beter wordt en dat patiënten ook meer genegen zijn om deel te nemen aan dat soort onderzoek en het ook volhouden. Daarnaast spelen patiënten ook een hele belangrijke rol bij het interpreteren van de onderzoeksgegevens en nog belangrijker bij het verspreiden van de kennis naar de klinische praktijk. Diezelfde Ian Chalmers beschrijft in zijn wetenschappelijke publicaties in The Lancet dat heel veel goed wetenschappelijk onderzoek nooit zijn weg vindt naar de klinische praktijk, omdat die onderzoekers eigenlijk de meeste lol hebben in het doen van weer een nieuw wetenschappelijk onderzoek en eigenlijk vergeten om hun bevindingen te vertalen naar de praktijk. Maar de grootste belanghebbenden zijn natuurlijk de patiënten zelf. En als je die mede verantwoordelijk maakt voor het verspreiden van de kennis
en het zorgen dat het daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast, dan wordt het er alleen maar beter op. Dus ik ga zo door met het vernietigen van mijn oude onderzoek. En ik zie heel erg uit naar die nieuwe wereld van participatory research. Het samenwerken aan onderzoek door enerzijds onderzoekers en anderzijds patiënten. Om kwalitatief beter onderzoek te maken dat veel sneller zijn weg gaat vinden naar de klinische praktijk. Samen dus met de patiënten. Ja, lijkt me helder. Ja, ik hoop het. Klinkt wel snel als je het zo zegt. Dat is wel leuk om even met die schep zo aan de slag te gaan. Ja. Nou ja, je zei samen met de patiënten, we hebben het gehad over de rol van patiëntonderzoekers. Maar ik ben wel inderdaad wel heel erg benieuwd, laten we daar nog eens wat dieper op ingaan. Dan is er onderzoek, dan hebben patiëntonderzoekers al meegekeken naar de voorwaarden, naar hoe je het beste uit kunt voeren. Maar dan? Dan wil je proefpersoon zijn, bijvoorbeeld wel deelnemer aan een onderzoek. Een van de vragen was net, hoe weet je nou aan welk onderzoek je moet deelnemen? Kunnen jullie eens, hoe lastig dat misschien ook is, maar schetsen hè, van welke type onderzoek zijn er nu? En wat komt daarbij kijken? Lastige vraag, algemene vraag, maar misschien kunnen jullie het toch proberen. Ja, nou ja, maar je kunt wel een paar algemene lijnen schetsen. Je hebt aan de ene kant onderzoek wat we dan beloopsonderzoek noemen, of observationeel onderzoek met een mooie term. Dat houdt in dat je eigenlijk gewoon een persoon met een ziekte volgt in de tijd. Of dat je op één moment kijkt in een grote groep mensen. Van wat zijn nou bepaalde kenmerken, hoe ontwikkelen bepaalde symptomen zich. Dat is onderzoek wat relatief weinig belastend kan zijn. Omdat je maar één of een paar keer langs hoeft te komen. Je hebt ook interventieonderzoek. En dan ga je iets doen. Dan ga je een behandeling instellen. En dat ga je dan vergelijken bijvoorbeeld met een placebobehandeling. Of vergelijken wat er in de tijd met iemand gebeurt. En dat kan een oefentherapeutische behandeling zijn. Dat kan een nieuw apparaatje zijn. Maar het kan ook een medicijn zijn. En dan praat je over een geneesmiddelonderzoek. Een clinical trial bijvoorbeeld. En dat laatste, dat kan veel belastender zijn. En dan moet je soms pillen gaan slikken. Waarbij je niet weet of het het echte middel is of een placebo. Je moet iedere paar weken naar het ziekenhuis komen. Dan worden er hartfilmpjes gemaakt, bloedonderzoek afgenomen, allerlei tests. Dus er zit wel best veel variatie in de mate van belasting in de tijd. En de risico's die een onderzoek met zich kan meebrengen. Dus daar zal iedereen dus een eigen keuze in moeten maken. Van dit vind ik te belastend en dat wil ik wel doen. Hebben jullie daar als patiëntonderzoeker ook een rol in? Hè? Bijvoorbeeld in het meedenken over voorlichting aan patiënten. Hoe gaat dat vanuit jullie rol? Ja, heel verschillend. We merken soms dat we aan de voorkant zitten, maar ook aan de achterkant. Dus dat wil zeggen, van het begin of van het einde is misschien beter omschreven. Dus het kan zijn dat we bijvoorbeeld, als we heel erg in het begin van onderzoek betrokken zijn, dat we ook de kans krijgen mee te denken over, ja, van hoe kun je dat nou vervolgens, hoe kun je dat daar publiciteit aan geven, zeg maar. Ja. Van belang voor het onderzoek is ook dat het onderzoek doorgaat, zeg maar, dat de aantallen gehaald worden met betrekking tot proefpersonen. Ja, we hebben natuurlijk onze media, zeg maar, via Parkinson Magazine bijvoorbeeld. En we hebben een nieuwslid. Dus het geeft de mogelijkheden om daar bekendheid aan te geven. Ja. Dat is één. Maar van de andere kant, dus helemaal aan het eind. Dus als onderzoek klaar is, als de resultaten liggen, dan hebben wij natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. We kunnen wel degelijk een rol schetsen. Een rol spelen als het gaat om de implementatie. Dus, ja. Heb jij zelf, naast dat je patiëntonderzoeker daar die rol hebt, heb jij zelf wel eens als proefpersoon meegenomen, deelgenomen aan onderzoek? Ik heb wel eens deelgenomen. En hoe was dat? Nou, dat was leerzaam. Leerzaam op meerdere manieren. Dat is heel erg nieuw. Nee, leerzaam in de zin van het vertelt wat over je, over de ziekte, zeg maar, over de aandoening. In al zijn facetten. En dat is natuurlijk heel erg complex. Dat is net ook aan de tafel verteld. Ja. Maar van de andere kant, je leert ook jezelf kennen. Dus dat wil zeggen, je weet ook wat bepaalde behandelingen dan een beetje doen, zeg maar. En hoe klopte jou, je hebt een beeld van tevoren als je aan onderzoek gaat deelnemen. Ja. Klopte dat dan met uiteindelijk dat beeld van de werkelijkheid van het echte onderzoek? Ja, in zoverre. Ja, dat is, dan moet ik weer terug. Nou, kijk, wat ik wel later had, zeg maar. Dingen die ben ik nu anders gaan waarderen, zeg maar. Nu ik zo werkzaam ben, zeg maar, als patiëntenonderzoeker. Ja. Dus dat wil zeggen, van de gratis van tevoren, informatie over tafel. Dus dat noemen ze patiëntinformatie. En dat is eigenlijk waar je akkoord op geeft, zeg maar. Hè. Dus, dus informatie die bij het onderzoek komt. Daar staat heel veel belangrijke informatie in.
En kijk, een volgende keer zou ik het veel beter lezen, zeg maar, veel beter doornemen. Niet dat ik een traumatische ervaring heb gehad. Alleen, ja, je tekent er ergens voor. Ja. En je doet het op basis van de informatie. Ja. En dat, je hebt dus de kans ook om gewoon voordat je tekent allerlei vragen te stellen aan de onderzoeker. Ja. En daar merk zou ik veel bewuster mee omgaan. Ja, want je zegt, die ervaring heb je zelf. Merk je vanuit jullie rol bij de Parkinson-vereniging, geldt dat voor meer patiënten? Hebben mensen altijd een reëel beeld van waar ze aan beginnen? Kijk ook even eerst naar jou, maar ook graag even jullie mening daarover. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het heel verschillend is. Ja. Ja, ik denk wat ik dan wel over wil zeggen is dat je natuurlijk, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan, dat mensen soms met verkeerde verwachtingen het onderzoek ingaan. Hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat alle kijkers heel goed begrijpen dat we onderzoek doen met de beste bedoelingen, maar je doet dat om de wereld na jou te verbeteren. En heel veel mensen doen mee aan onderzoek, terwijl ze stiekem hopen er zelf beter van te worden. Maar dat kun je, hoe graag je dat ook wil, eigenlijk niet beloven. Een ander ding wat soms misgaat, is dat mensen zeggen, nou, er is een geneesmiddelenonderzoek. Er wordt een nieuw geneesmiddel vergeleken met een nepmedicijn. En dan hoop ik stiekem dat ik het echte medicijn krijg. En als ik dan per ongeluk het nepmedicijn heb, dan doe ik misschien niet meer mee. Maar je doet mee omdat je gewoon niet weet of dat het echte medicijn beter is dan het nepmedicijn. Sterker nog, er zijn ook studies bekend waarbij mensen die de experimentele arm kregen juist daar slechter aan toe waren dan mensen die de nepbehandeling kregen. Dus je moet het echt doen met een heel altruïstische instelling, dus de wereld na jou verbeteren. En dat vergt ook van ons als onderzoekers heel veel energie om dat nog eens echt heel goed uit te leggen. Ja. En wat ook nog belangrijk is, dat vind ik ook nog belangrijk om te zeggen, is dat mensen soms denken, laat ik maar ja zeggen tegen professor Bloem of tegen professor Behrens, want dan zorgt hij ook beter voor me. Maar dat moet je helemaal scheiden. Het is voor ons ook soms lastig. We hebben echt letterlijk twee hoeden op. Wij zijn dokter en we zijn onderzoeker. Ik zeg altijd letterlijk tegen mensen, ik zet heel even mijn doktershoed af en ik vraag u nu voor onderzoek. Voor alle duidelijkheid, ik informeer u alleen over onderzoek. Of u ja of nee zegt, dat zegt u tegen mijn onderzoeker en niet tegen mij. Mm. Dat mag ik ook niet in dat spreekuur vragen. En ik zeg er altijd bij, als u nee zegt, zorgen wij net zo goed voor u. Ja. Dat moet je helemaal ontkoppelen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, het is lastig. Want mensen hebben natuurlijk een band als ze vaker komen. Tuurlijk. En voelen zich misschien wel, ik weet niet of ze verplicht voelen, maar willen misschien ook graag helpen. Ja. En realiseren zich daardoor niet altijd voldoende of dat ook het juiste onderzoek voor zich is. Nee, zeker, dat is lastig. Ja. En het is ook goed om dat op deze plaats nog een keer te zeggen, dat het belangrijk is dat mensen vragen stellen. Ja. Dus ook als ze de informatie krijgen van het is niet duidelijk, vraag het. Ja. Want degene die het onderzoek doet, of je behandelende dokter, die zijn verplicht om die informatie te geven. En er is ook aan ieder onderzoek nog een onafhankelijke dokter verbonden, die helemaal niks van uitstaan heeft met het betreffende onderzoek. Die kan je ook benaderen. En dan heb je, onbevooroordeelde informatie over het onderzoek. Ja. En dat moet je zeker doen. Ja. Je gaf net al even aan in een van de kijkersvragen. Hè. Het wordt ook inderdaad onafhankelijk getoetst door medisch-ethische commissies. Dat heeft te maken ook met veiligheid van onderzoeken onder andere? Dat heeft met veiligheid van onderzoek te maken. Dat heeft met belasting te maken. Wat vraag je van iemand in verhouding tot wat het opbrengt? Ja. En zo'n medisch-ethische toetsingscommissie, daar zitten ook mensen in die helemaal niets met het betreffende onderzoek te maken hebben. Dus die kijken heel objectief en zeggen van, nou, dit is eigenlijk de moeite niet waard. Of dit onderzoek zit slecht in elkaar. En dus moet je het niet doen, want dat gaat niks opleveren. Ja. Dus er zijn heel veel waarborgen voor degene die deelneemt aan het onderzoek. En ik kan me voorstellen, want we hadden het net even over die trial finder. Ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien wel geïnteresseerd zijn in een bepaald onderzoek, maar niet voldoen aan de criteria of... Dus hoe gaan jullie daarmee om? Ja, nou ja, dat kan ook wel eens een teleurstelling zijn. Dat mensen zeggen van, ik wil heel graag meedoen aan onderzoek. Ja. Maar dan zeggen we, u mag niet meedoen. Want u voldoet niet aan de inclusiecriteria, zoals het dan heet. En dat is niet een soort van willekeur. Maar dat heeft te maken met het feit dat je om bepaalde vragen te beantwoorden... Ja. Mensen in een bepaalde fase van de ziekte moet hebben. En hoe teleurstellend dat dan ook kan zijn... Je moet een zuiver onderzoek kunnen doen. En vandaar die criteria. En dan daardoor vallen wel eens mensen af. Ja. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar sporten. Ja. Maar mensen die van nature al heel veel sporten, die kun je bijna niet meer laten meedoen aan dat onderzoek. Want je kan ook loten voor een netbehandeling. Ja. Terwijl we merken dat juist de actieve sporters dolgraag aan die studie mee willen doen. Ja. Maar die mogen nou net niet meedoen. Nee, exact. Ja. Is het lastig om voldoende mensen te krijgen voor onderzoek? Merken jullie dat? Dat is best wel lastig. Ja. Ja. Best lastig. En dat betekent dat daardoor studies ook langer kunnen duren. Ja. Omdat wat dan de inclusie, het verzamelen van mensen die meedoen, dat kost dan extra tijd.
Nou, we hebben hier aan tafel Elisabeth Vonker gehad. Ja, zeker. Die Cheval-studie. Hele mooie studie naar de behandeling van hallucinaties bij mensen met Parkinson. Hele waardevolle studie. Maar het blijkt gewoon lastig te zijn om de neuroloog, die het zelf ook weer druk heeft, te overtuigen dat hij eraan moet denken mensen te vragen voor die studie. Ja. Dus meteen een oproep hier, als er nog mensen zijn die mee willen doen. Ja. De Cheval-studie stuurt nog steeds veel mensen voor de deelname. Ja, oké. We hebben nog weer een aantal kijkersvragen. Het gaat heel snel, dus ik wilde toch nog een aantal doornemen met jullie. Is het mogelijk om als patiënt mee te denken over nieuwe onderzoeksvoorstellen? Dat lijkt me een hele goede vraag voorop. Als patiënt meedenken? Ja, we hebben natuurlijk de groep van patiëntonderzoekers, waar ik mezelf coördinator voor ben. En dat is een groep van 25 mensen. Dus om nou te zeggen van, we krijgen nu een oproep, zeg maar, om daar misschien 25 of 50 bij te hebben, ja, gaat misschien wat verder. Ja. Maar ja, er zijn wel manieren, we zijn natuurlijk wel te benaderen, zeg maar, binnen de vereniging. Dat zou ook, dus, zeg maar, een goede rol zijn om mee te denken over. Ja. Want zijn er andere manieren om als patiënt mee te denken met onderzoeksvoorstellen? Of is dat toch vooral bij voorkeur ook via de patiëntonderzoekers? De patiëntonderzoekerrol is denk ik wel de belangrijkste manier om dat te doen. Ja. Ja. Ja, er kan een rol misschien voor de patiëntenvereniging ook nog weggelegd zijn. Ja, in wat breder. Dus ik denk dat jullie nu nog relatief reactief zijn. Hè? De onderzoeker heeft een initiatief en vraagt jullie. Ik denk dat dat extreem waardevol is. Nog een stap verder is dat de patiëntenvereniging zegt, luister, wij hebben een sessie gehad en we hebben een dag met elkaar op de hei gezeten. Ja. En wij zouden het fijn vinden als iemand in Nederland nu onderzoek gaat doen naar, nou, weet ik veel wat. Ja. En dan bepalen patiënten ook mede onderzoeksagenda. Ja. Ja. Voor een deel gebeurt dat natuurlijk ook wel via de patiëntenvereniging, die zelf ook kijkt van ze zetten wat geld uit. Hè, dus er wordt geld uitgegeven door de vereniging voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij zij zelf natuurlijk kunnen bepalen waar het voor uitgegeven wordt. Ja, klopt. Ja, want dat is inderdaad ook een van de vragen. Hè. Wat is dan de rol van de Parkinsonvereniging? Wat kan die voor mij doen als ik geïnteresseerd ben in onderzoek? Nou, een van de dingen is dat we dus zelf ook subsidie verstrekken aan onderzoek. Dus jaarlijks hebben we ronden, zeg maar, waarbij onderzoekers aanvragen in kunnen dienen, zeg maar. Daar wordt dan subsidie voor verstrekt. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen. En ondertussen werken we ook aan een wetenschapsagenda, zeg maar. Uit alle onderwerpen die je maar kan kiezen. Ik bedoel, of nou medicatie is of technische hulpmiddelen of iets dergelijks. Daar maken we ondertussen een soort selectie van. Top 5 om wat te noemen. En dat, daar gaan we mee verder. En dat is ook, die wegen we als prioriteit, zeg maar, in het toekennen van de subsidies, zeg maar, die we jaarlijks doen. Is dat informatie die mensen ook bijvoorbeeld op jullie website kunnen vinden? Ja, of, ja. Okay, dus. Absoluut. Ja. Dus vooral ook even daar kijken als je meer wil weten over, over onderzoek. Oké. Okay. Even kijken, we hebben nog meer vragen. Is er ook internationale samenwerking als het gaat om lopende onderzoeken? Ja, absoluut. Zeker. Ja. Nee, en dus eigenlijk een vervolgvraag stel ik er meteen even achteraan. Want zijn er dan ook daar hoopgevende ontwikkelingen? Nee, weet je, ik denk voor de meeste Parkinson-onderzoekers geldt dat wij een groot internationaal netwerk hebben. Wij kennen alle collega's in binnen- en buitenland heel erg goed. Voorbeeld is bijvoorbeeld het onderzoek wat ooit vanuit de VU door professor Heuting gestart is. Ja, genetica onderzoek, waarbij we als Nederland participeren in een internationaal genetica consortium. Dat betekent dat heel veel mensen in Nederland, zo'n 3000 geloof ik, buisje bloed hebben afgestaan om te kijken naar erfelijke afwijkingen. Maar er zitten in dat hele cohort tienduizenden mensen. En dat kan ook alleen maar internationaal. Wij participeren in een MSA-consortium, een multiple systeematrofie, een van de Parkinsonismen. Een hele zeldzame ziekte. Nou, dat kun je als Nederland onmogelijk oplossen. Wordt toevallig vanuit Oostenrijk geïnitieerd, waar we als Nederland in participeren. En zo zijn er denk ik heel veel voorbeelden. Ja, er zijn tal van onderzoeken. Dus ook aansluiting, zeg maar, bij het PPMI-cohort van de Michael J. Fox Foundation. Ja. Waarbij die data gezamenlijk verzameld worden en ook geanalyseerd worden door mensen uit verschillende landen. Okay. We zijn ook betrokken, zeg maar, bij Europese consortiumvorming, waarbij we van elkaar leren hoe je het beste patiëntengroepen kan karakteriseren en in de tijd kan volgen. Okay. Dus er is heel veel internationaal. Veel op dat gebied ook. Ja. Laatste vraag dan alweer voor vandaag. Iemand die zegt, mijn man heeft door een aanpassing van het voedingspatroon zijn dagelijkse dosis levodopa in 4 jaar met 50% kunnen verminderen. Is er al een studie gedaan naar preventie? Zodat we, staat er ook achter, niet blijven dweilen met de kraan open. Preventie van Parkinson als ziekte? Dat denk ik. Ja, dat raakt dus een heel klein beetje aan waar we het eerder over hadden, die presymptomatische fase. Ja. Dus de eerlijkheidsgebied te zeggen dat we Parkinson nog niet betrouwbaar vroeg kunnen opsporen en dat er nog geen één interventie is die aangetoond de ziekte kan afremmen, laat staan uitstellen. Daar zijn wel ideeën over,
Dat zit hem enerzijds denk ik in die eiwitklontering, stopzetten. Dat zit hem misschien in sporten. En dat zit hem heel misschien in andere lifestyle dingen, dus als voeding bijvoorbeeld. Om dat onderzoek uit te voeren en te bewijzen is ontzettend lastig. Want als je iemand hebt die nu nog gezond is, dan kan het wel 20 jaar duren voordat hij Parkinson krijgt. En dat betekent dat zo'n onderzoek heel langdurig is. Daar wordt nu wel onderzoek gedaan, voorzichtig al, bijvoorbeeld in Israël, waar toevallig heel veel mensen in die bevolking een gen bij zich hebben waarvan je weet dat dat 70% kans heeft dat je later Parkinson krijgt. Dus daar is het iets makkelijker onderzoek doen, maar de loopduur is ontzettend lang. Dus op dit moment is er geen snelle inzichten, maar er gebeurt wel van alles op dat vlak. Oké. Dat waren de laatste kijkersvragen alweer voor vandaag. We gaan heel snel door de tijd heen en er is heel veel te bespreken, maar wij gaan alweer naar het einde van de uitzending toe. Dus ik wil jullie eigenlijk vragen om een laatste tip, advies of laatste woord aan de kijker te richten aan elkaar. Rob. Ja, een opmerking over het realisme zeg maar, van de verwachtingen, die heb ik eigenlijk al gemaakt. Zeg maar. Ja. Over je hoeft niet al te optimistisch te zijn zeg maar, dat het middel zeg maar, volgende week al bij de apotheek ligt, om wat te noemen. Maar van de andere kant is het wel goed om elke keer het belang van wetenschappelijk onderzoek te benadrukken. Dus denk even aan dus alles wat we nu weten over pillen, over de dosis en dergelijke. Ja. Dat is te danken aan wetenschappelijk onderzoek dat de afgelopen tientallen jaren is gebeurd. Zeg maar. Ja. Om aan te geven wat wij nu doen, zeg maar, dat is van belang zeg maar, voor de komende tijd, komende maanden, jaren enzovoort. Dus het blijft van belang. En dat kan ik eigenlijk alleen maar onderstrepen. En als jij vanuit ook je rol als patiëntonderzoeker, maar vooral ook als patiënt, misschien andere mensen die interesse hebben in onderzoek, nog een advies kan geven? Blijf de website van Parkinson. Ja, daar staat informatie, ik bedoel. Ja. En dan zou je nog een uur vullen zeg maar, met informatie over tafel brengen, maar dat lijkt niet handig. De website dus voor alle informatie, als absoluut. Mensen meer willen weten over Parkinson. Helemaal goed. Henk. Ja, goed. Ja, ik zou nog willen benadrukken dat wetenschappelijk onderzoek is samenwerken. Dat betekent samenwerken tussen onderzoekers, nationaal en internationaal, maar ook samenwerken met de patiënt. Want alleen op die manier komen we verder. En zoals je terecht zegt Rob, wetenschappelijk onderzoek is de enige manier om uiteindelijk echt verder te komen met de behandeling van deze ziekte. Met inderdaad de rol van patiënt heel zeker, duidelijk. Okay. In samenspraak. Dankjewel. Bas. Ja, jullie hebben de allerbelangrijkste dingen gezegd, dus ik kan me daar eigenlijk... vast nog wel Bas. Nee, ik kan me daar eigenlijk alleen maar heel erg bij aansluiten. Zonder onderzoek geen nieuwe antwoorden. En ik denk, als ik misschien één ding nog zou willen zeggen, is dat patiënten gewoon inderdaad, voor zover ze niet gevraagd worden, zich bijna actief moeten vragen aan hun dokter. Waar gebeurt het onderzoek? Waar kan ik mij aanmelden? Laat je goed informeren, wat jij hebt gezegd. Heb reële verwachtingen, wat jij hebt gezegd. Maar zonder mensen die deelnemen, kunnen wij die antwoorden niet helpen genereren. Dus. Nou ja, en ik kan me voorstellen, zonder de rol van patiëntonderzoekers bijvoorbeeld, krijg je toch ander onderzoek, hoor ik jullie ook zeggen. Beter onderzoek en ook een grotere kans dat het zich zijn weg vertaalt naar de echte praktijk toe. Ja, dus wel iets om vooral mee door te gaan de absoluut. Komende zeker. Jaren. Ja. Ja. Oké, dan zijn we aan het einde alweer gekomen van de uitzending. Jullie ontzettend bedankt voor alle informatie en het delen van de ervaringen weer. Rob, nou, nogmaals, als mensen meer willen weten, ook de website van de Parkinson Vereniging. Wij zijn er weer volgende maand op 8 april. Dan staat de uitzending in het teken van Wereld Parkinsondag. Dat wordt een hele leuke uitzending. We gaan het dan met name hebben over hoe de buitenwereld aankijkt tegen de ziekte van Parkinson. Hoe er voorlichting plaatsvindt rondom de ziekte. En hoe je dat ook op een misschien iets anders dan andere manier kunt doen. Dus dat wordt een hele interessante uitzending. Gewoon weer op vrijdag om 16:00. En we hopen u ook dan heel graag weer te zien. Dus graag tot dan. En voor nu een heel fijn weekend. Dag.